Hi, ik ben in Arnhem. Ik ging naar het museum Arnhem. Dat is hierboven op de heuvel. En ik dacht, ik ben nog nooit eerder in Arnhem geweest. Maar dat is wel zo, want ik was een keer naar een open dag van Artes, Kunstacademie. En dat zit hier dus precies beneden aan de waterkant. Echt super mooi. Maar goed, ik ging naar Bas Kosters, modeontwerper, Nederlandse modeontwerper. En hij had zijn overzicht tentoonstelling van al zijn werk van de afgelopen 13 jaar. Sinds 2000, volgens mij was hij in 2003 afgestudeerd. Ik ken hem eigenlijk als een vrij bijzonder persoon, zeg maar. Dus wel extreem in uiterlijk, met veel piercings, kleuren. En hij draagt echt zijn eigen werk. En eigenlijk is hij gewoon zijn eigen werk, dat vind ik wel mooi. Zijn werk is vrij direct en uitbundig. En het heeft heel iets ruig en grof, maar ook wel iets zachts en liefs en ook wel meisjesachtig of zo. En hij heeft wel gelijk, want de kunstwereld is toch vaak heel veel van hetero mannen die het zien in tentoonstellingen. Een soort van iconisering wat hij gebruikt met veel zijn poppen. Ik weet niet. Je kan het echt helemaal niks vinden, maar ik vond het juist wel. Ik vond het wel wat. Weet ik even mijn boterham weer verderop. En ook dat hij worstelt met dingen en zich dingen afvraagt. En soms niet met dingen eens is, maar eigenlijk ook zich afvraagt van maar. Hij weet het eigenlijk ook niet zo goed. Het is nog niet echt mijn smaak, zeg maar. Zoveel goud is ook toch echt van een beetje minimalistische dingen. Maar aan de andere kant heb ik het ook wel weer. Kan ik het ook wel weer waarderen of zo. Het heeft me wel weer na het laten denken over mijn eigen werk en over waar we het over hebben. Ondertussen loop ik een berg op. Tenminste voor Nederlandse begrippen dan. Het is wel mooi hier hoor. Weer richting station. Oh ja, ook dat hij poppen maakt van zijn werken en dat hij ze ook een naam geeft. Dat vond ik echt wel cool. Ik mag altijd even nadenken wat ik echt van voel. Maar ja. Gaan we weer. Nou, ik ben net weer terug van Arnhem. Ik was dus naar het museum Arnhem. Bas Kosters was in één gedeelte van het museum. Even kijken. Dit gedeelte en dat eindigt dan bij het restaurant en de tuin. Het eerste gedeelte van de tentoonstelling was een soort, waren allemaal muren gezet in de smalle ruimte. Zodat je een soort van zigzagbeweging de ruimte kon doorbewegen. En het was ongeveer een pad, ja, iets meer dan 1 meter breed. Zodat je heel dicht op de werken zat. Op de tekeningen en ook op in elke hoek waar kleding was van hem neergezet. Zodat je echt heel direct op het werk zat. En ik dacht eerst van, oh, het hoeft niet zo dichtbij. Maar aan de andere kant, zijn werk is ook heel erg direct in your face. En nadat je de zigzagruimte had gehad, kwam je in een soort van groot glazen meer terecht met een bruggetje. En daar waren heel veel paspoppen met kleding erop. En je hoorde zijn stem eerst in het Nederlands een heel verhaal houden en in het Engels. Het wisselde een beetje af, volgens mij waren er meerdere gedeeltes. Waar hij over zijn werk praatte. Of het nou gaat om het zorgvuldig borduren, het aan elkaar stikken van vele stukjes stof, of het meters en meters roezels naaien van recyclede lycra stoffen,
Er gaat heel veel tijd en liefde zitten in het werk van grote kostuums. En opvallend vond ik wel dat hij ook over zijn eindexamenwerk praatte, want je hoort toch meer mensen die al een tijdje bezig zijn, dat ze niet meer zo snel terug daarover hebben. Ik heb meer het idee dat echt jonge mensen, dus ik heb het nog wel over mijn eindexamenwerk, omdat het nog niet zo lang geleden is. Bij hem is het 13 jaar, is natuurlijk ook niet extreem lang geleden, maar ik vond het wel grappig dat het nog best wel veel invloed heeft op zijn werk wat hij nu maakt. En daarna volgde ruimte met video's, heel veel televisies bij elkaar met fragmenten uit zijn fashion shows, maar ook uitgaansleven, eigenlijk heel veel beelden wat ja, samen zijn werk ook vormt. Want het is natuurlijk niet alleen maar zijn kleding, maar ook gewoon wie hij is en hoe hij denkt en hoe hij met mensen omgaat, hoe hij dingen laat zien, hoe hij presenteert, hoe hij... vind ik altijd wel interessant en ook wel belangrijk, denk ik. Het hoef je niet altijd te laten zien, maar daar heeft hij wel voor gekozen. Als activiteit kunnen wij die handelsverschillende maken. En voor mij is het boy nummer 1. Solitary meditative moment. My feathers fall. En ook zijn die video's waar hij zijn gezicht echt opmaakt en verschillende metamorfoses doet, echt personages creëert. Had ik niet echt het idee, er stond wel van dat hij dat had gedaan of dat hij het nog steeds doet en dat ook documenteert. Maar niet waarom hij juist dat doet. Dus je kan van alles wel verzinnen daarover, maar het was niet echt uitgelegd of het was mij niet duidelijk uit de tentoonstelling. Ik vind het wel een interessant overzicht, maar ik heb niet het idee dat ik echt alles over hem weet en dat ik super veel kleding van hem heb gezien, maar dat is niet zo. Ik heb het idee dat ik maar een klein gedeelte heb gezien en dat hij nog veel meer heeft. Past ook niet in de ruimte natuurlijk om alles te doen. Ik was niet mega overbluft door wat ik allemaal had meegekregen van wow, wat een tentoonstelling en ik weet alles van hem en ik ben enorm geïnspireerd. En ja, ik vond het wel leuk om te zien. En het was wel oké. That's it. Dus ik weet niet tot wanneer is het nog te zien. Tot ergens in september. Maar ik ga nu even afkoelen. Want ik heb het nog super warm van buiten. Want het is echt 30 graden. Tot de volgende keer maar weer.